Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Werner Vlogt. Het is dinsdagmorgen. Ik heb net een klantje gelost in Vendargues. Dat ligt bij Montpellier. Je zal het niet geloven, maar op dit moment ligt er in Nederland een aardig pak sneeuw. Het vriest een graad of 4, 5 geloof ik, overdag zelfs. En het is hier nu 10:15 en het is 13 graden volop zon. Heerlijk weer. Dus ja, in tegenstelling tot mijn vorige vlog in Oostenrijk in de sneeuw, rijd ik eigenlijk nu in de lente, zeg maar, al. Ik heb een rondje van Montpellier tot Perpignan om te lossen. 5 adressen. Nou, ik heb er nou eentje gedaan. Ja, ik hoop dat ik bij de volgende 4 adressen jullie wat kan laten zien. En dan met terugladen ook weer. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Dus dat loopt lekker, die 30 kilometer is prima. En even om terug te komen op mijn vorige vlog inderdaad. Ja, echt, de duimpjes gingen als een malle. Bovengemiddeld, dus missie geslaagd. Ze was een beetje naar pesten nou, dus helemaal prima. Dus aan iedereen die daar mee gewerkt heeft, in ieder geval hartstikke bedankt. Dat vind ik echt tof. Ja, ik lees jullie reacties. Ik probeer zoveel mogelijk op te reageren. Dus blijf lekker doorgaan, zou ik ook zeggen. Dan doe ik dat ook. Nou jongens, dat schiet op. Want ik moest hier met de klep lossen. En heb ik een trailer met een klep bij, dus dat is het probleem niet. Alleen het is veel beter geregeld. Die man die heeft gewoon heftruck. Ik moet alleen even het terrein op zien te krijgen.
gat op zich ook wel lukken. We moeten wel even die auto's allemaal doorrijden, ja. Ja, dat is wel wat zeker lukken hier zo. Als je denkt dat het goed is, dan wil ik het ook doen. Maar het is nu 11:30, dus ik kom weer op de middag aan. Maar het is een bouwmaterialenhandel, dus ik ben er volgens mij al eens meer geweest. Ja, ik durf eigenlijk niet te zeggen of dat ik daar dan nog wel of niet kan lossen op de middag. Anders moeten we wachten tot na die middag. Nou ja, dan is het maar zo.
rijden de volgende keer. Of ik zit mis. Hier staat snelweg er aangegeven. Even een notitie aan mezelf. De volgende keer een afslag eerder eraf gaan. Helaas, ze zijn wel aan het werk, maar nou, het hek blijft gesloten. Ik heb het even gevraagd, 1:15 mag ik naar binnen. Dus ja, dat is een uurtje wachten. Nou ja, prima, weet je, ik bedoel, als ze dan meteen lossen, het is 90 kilometer naar de laatste, of naar de ene laatste. Die kan tot 4 uur. En daarna heb ik er nog eentje, ook daar in die regio. Dus net, ja, bij Perpignan. Ik zou vandaag nog leeg kunnen komen, dus dat zou... Ja, dat zou mooi zijn. Het hoeft niet. Maar altijd meegenomen. Dus we gaan het meemaken. Eerst hier maar even vanaf zien te komen straks. Pas probleem, merci. Dus we zijn gelost. Alleen ik moet even via de andere kant weer terug, dus. Of de right, in ieder geval. Op naar de laatste in Le Soleil.
Zo, nou gelost is hij weer. Dus nu gaan we naar een restaurant, denk ik. Het is bijna 5 uur, dus laaien zullen we vandaag niet meer doen. Even kijken, eerst maar even bellen. Zo, het is al, het is 6:15. Ja. Ik zit op mijn 9 rijuren, dus ik vind het prima. We gaan naar Berger. Om dan de nacht, de avond te vullen en de nacht door te brengen. Dat kan dan prima. Ik heb even douchen en zo, dus helemaal goed. Ik heb 2 laadadresjes voor morgen opgekregen. Dus ga ik zo even een CD-merkje verschrijven eerst. En ja, daarna gaan we het avondritueel maar inloggen. Ja, een betaalde parking hier, maar dat gaat via de tolkast. Het is nu kaartje trekken en morgenochtend scan je hem uit en dan gaat hij gelijk piepen, je tolkast. Nou, dat is prima. Het is niet zo dat ik per se op een tolpark of op een betaalde parking moet staan, want ik heb een lege bak bij me, maar ja, ik zit dan gewoon op tijd, dus ik ga gewoon hier naartoe. Maar staat hier onder zonnepanelen. Dus in de zomer sta je hier heerlijk koel. Ik heb hier wel eens een wat langere periode gestaan omdat mijn zending niet klaar was. Ja, daar moest ik op wachten. Heb ik hem hier weggezet. Het was midden in de zomer, maar dat is lekker hoor. Een beetje in de schaduw staat. Bonsoir. Tu veux dans le parking? Ouais. Ah, manger, c'est à l'intérieur ou pas? Comment? Manger, à l'intérieur. Oui, ouais, pas. À l'intérieur et assis. Super, merci bien. Nou, we staan inmiddels in Vitrol. En dan moeten we 2 kisten laaien, bij elkaar 5000 kilo. Ik, ja, dus eigenlijk het is open, ik ben er klaar voor. Ik moet even wachten op zwaardere heftruck, dus, maar dat gaat zo goed komen.
die is geladen en nu, ik heb hem even vastgezet, alles even vastgezet. En dan gaan we nu naar Orgon. 11 pelletjes laden, dus klein uurtje rijden, prima. Zo, meisjes, wij zijn er. Dus ik ga maar even registreren. Nou, ik heb me gemeld, maar ik moet 2 zendingen laden. En eentje moet ik bij een transporteur gaan laden. Dus ik krijg 1 hele pallet hier. En dan bij een transporteur hier buitenaf. Ja. We hopen dat die ene pallet er hier dan snel in zit. Uiteindelijk gaan we laden bij een buitenmagazijn van de transporteur aan een laadbruggetje dus. Hij kan zich aangaan. We zijn geladen, ik heb gebeld voorlopig richting Lyon. Nou, best. Oh. Dus ik hou vanmiddag even boven Lyon contact met hem. Met de Narno. En dan gaan wij het wel horen wat de planning wordt. Natuurlijk wel zo dat als ik vandaag boven, een eentje boven Lyon kom, dat kom ik. Dat is het probleem niet. En hij heeft morgen ook niks. Ja, dan is het donderdagavond zaak. Dus ja, dan ben je naar Zuid-Frankrijk geweest en er een paar adressen gelost en weer geladen. Ben je gewoon donderdagavond weer terug. Kan je vrijdag nog eventjes een ritje binnenland doen. Dus, ja, zover is het nog niet. Wel, hier is fijn. 1096 kilometer in ieder geval een begin eraan maken om richting Nederland te komen. Het is nu nog mooi weer hier zo, maar dan rijden we de sneeuw eigenlijk weer tegemoet. Dat is minder, maar ja. In Frankrijk zijn ook al op verschillende plekken dat er sneeuw gevallen is en wegen afgesloten. Maar dat is eigenlijk meer in Bretagne, dus aan de westkant. Bij Parijs dacht ik ook. Ja goed, hier schijnt volop de zon, dus daar geniet ik dan maar even van. Vandaag nog, hoop ik. We zien we morgen wel weer verder.
En eentje omgeving Lyon in Chassieux, volgens mij. Ook één pelletje. Dus die ga ik er vandaag sowieso nog eventjes in proberen te krijgen. Dat gaat normaal gezien wel lukken. Ja, en daarna maar weer even bellen, want ja, dan heb ik nog ruimte. Dus je weet nooit wat hij nog vindt onderweg, zeg maar. Maar dat gaan we zelf zien. Chassieux. Ja, alleen een beetje aan de buitenring van Lyon. Of tenminste in ieder geval aan de ring van Lyon. Dus dat is ook maar één pallet. Nou ja, dan ben ik om 3:30, dus dat moet er wel goed komen. Dan maar eens even bellen. Maar voorlopig ja, gaan we weer een stukje rijden. Dus komen die pallet natuurlijk niet brengen hier. Maar geen eens, daar ben ik chauffeur voor. We rijden nu op de ring van Lyon, nog 18 kilometer en dan begint al te druppelen. Dus ik denk dat het laatste zonnetje was wat we gezien hebben deze week. Maar ja, we zitten hoog en droog, prima. Dat pelletje hebben we ook weer geladen. Ja, dat ging ook weer, het stond ook al klaar. Ging vanzelf. Dus ik heb weer even gebeld. En inderdaad, hij heeft bij een mons heeft hij nog een zendingje staan. Dat gaan we morgen halen. Ik heb het even gevraagd en we moeten hier wel zijn. Ik ga die straat niet in. Maar dat hoeft ook niet. Hier gaan we een stukje verderop even draaien. Die man die is naar me toe gekomen. En dan moet ik hem gewoon waar ik dus net stond, waar ik net stopte. Ja, dan moet ik eigenlijk andersom staan. Zodat ik die kant op ook weer weg kan. En dan schuift hier even die twee pelletjes in. Dus, nou ja. Maar de opdrachtgever zei dat hier elke dag nog veel grotere auto's laaien. Nou, dat vraag ik me af. Maar goed, dat weet ik niet. Ik was er bang voor dat het niet heel erg goed zou gaan, maar het valt niks tegen, gelukkig. Om hier even draaien.
Kijk. Hij heeft ze al in de heftruck hangen, dus dat is ook gunstig. Toch een beetje aan de kant houden. Dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat jullie er weer met plezier naar hebben gekeken. En laat het weten, hè, met die duimpjes, hè. Dat moeten we volhouden. Dat gaat goed zo. Dus ik zou zeggen, een prettig weekend allemaal en tot de volgende keer. Houdoe!